Vossemans bestaat sinds 1982. Het is een familiebedrijf, door onze vader opgericht. We zijn begonnen op cv-techniek, maar sinds 1999 hebben we de overstap gemaakt op duurzame bronnen. Met name aardwarmte en zonne-energie. En op dit moment hebben we ons core business eigenlijk vooral in het maken, ontwerpen en uitvoeren van energie-nul woningen. Dus dat betekent een woning volledig zelfvoorzienend maken door middel van aardwarmte en zonne-energie. Op ventilatie, verwarmen en koelen. We werken met 15 man bij Vossemans. Wat wij normaal doen is, als een klant bij ons komt, kijken naar de wensen van de klant en daar een op maat gemaakt ontwerp voor maken. We integreren zonne-energie en aardwarmte bij elkaar om zo hoog mogelijk rendement te halen. Om enerzijds een goed comfort te bieden in een woning en anderzijds om zo laag mogelijke maandlasten te realiseren. Ik zal even kort het systeem uitleggen. We halen warmte uit de aarde, die wordt getransporteerd naar de warmtepomp. En de warmtepomp zet deze warmte om naar een hoger niveau, die het transporteert naar het buffervat. En vanuit het buffervat kunnen we de warmte gebruiken voor warm tapwater en verwarming. We kunnen dus in de winter verwarmen, maar ook in de zomer koelen met zeer lage energiekosten. Wat ons uniek maakt is dat wij een systeem hebben ontwikkeld en doorontwikkeld wat mogelijk maakt dat we kunnen verwarmen en koelen tegelijk. En om een voorbeeld te nemen, je kunt de badkamer vloer verwarmen terwijl je de slaapkamers aan het koelen bent. Een ander punt wat ons uniek maakt is dat we alles in huis doen. Regelingen, het ontwerp, de uitvoering. Waardoor wij niet afhankelijk zijn van leveranciers en groothandels. En ook dat onderscheidt ons weer van de concurrenten. Om een goed voorbeeld te geven, dit is een warmte-koude verdeler die wij in huis maken. En dit is dus echt maatwerk, niet te verkrijgen in de handel. Vossemans Klimaattechniek maakt maatwerkinstallaties wat resulteert in een hoog wooncomfort en lage maandlasten. Kortom, innovatief en duurzaamheid.